ik moet alleen nog even één ding snel doen. Even nog wat pakken. Ja. Ja? Maar niet eraan zitten. Nee, papa. Ja, ik wil erbij. Moet ik weg? Mag mama erbij? Huh? Ik wil erop, Ilai. Ilai, ga eens weg. Ik wil erop. Hallo jongens, ik wil. Oh. Waarom word je boos? Ik wil erop. Nou, open hem maar dan, Ilai. Zeg het maar. Neem het woord maar over. Ja. Ilai bent baas. Ja, oké. Ilai, daar. Vertel maar. Zeg maar. Zeg het maar. Oké. Nou, zeg jij het? Hoi, Milila. Hey. Wat gaan we nu doen, mama? Nou, wat we vandaag gaan doen? Nou ja, we zitten weer in het nieuwe jaar, hè? 2019. Ja. En dat betekent voor mama meestal een beetje lekker opruimen, lekker schoonmaken. Dat is het ook gaan doen. Want ja, we hebben hier ook nog wat staan in huis. Dat is namelijk de kerstboom. En mama, die wil hem eigenlijk altijd gelijk in het nieuwe jaar weg hebben. Mag ook? Mogen we dat doen, Debra? Nee. Je hebt pech, want je bent niet de baas. Nee, hij gaat weg. Nee, schat, het is voorbij het kerstgebeuren en zo. Misschien kan je binnenkort een mooi bloemetje kopen of zo voor die plek. Huh? Dat kan wel of iets anders, maar we gaan eventjes lekker de kerstboompjes aftuigen, opruimen in huis. En ja, we zien wel wat de dag brengt, of niet dan? Ja! Ik heb een leuk ideetje. Wie heeft deze kerstboom opgezet, Esra? Nee. Wie gaat? Oké, bij ons is altijd wie kookt hoeft niet af te ruimen. Nou, ik heb deze. Ik koop altijd en ik ruim af. Dus dit balletje gaat niet werken. Shit. Ik vind het een goed idee. Degene die het heeft gedaan, mag hem ook weer afruimen. Dus succes ermee. Zo, hè. Ik heb gewoon warm van gekregen. Goed gedaan. Ik moet zeggen, ik vind het wel lekker als alles weer is opgeruimd en lekker fris. We hebben hier nu een lege hoek, want we hebben gelijk maar de plant daar neergezet. Voordat wij de kerstboom hadden, toen hadden we het er al over om daar in die hoek nog wat anders te gaan doen. Want die lamp in combinatie met dat tafeltje, dat klopt zeg maar niet. En daarna moeten we sowieso binnenkort weer even gaan shoppen, want onze lamellen zijn dus kapot. We hebben hem even afgehaald. Dus ik weet niet of die winkel ze nog heeft. Dan moeten we ook nog eventjes gaan checken. Dus schatje, nieuwjaar is begonnen en ik ben al gelijk weer begonnen met het decoreren van het huis. En je wordt al gelijk. Nieuwjaar, nieuwe mensen. Ja, inderdaad, ja. Over nieuwe mensen gesproken. Nou, over mensen gesproken. Ga even bij je zitten. Vertel het eens, schat. Nou, heel eerlijk. Ik hoop gewoon loop van het jaar, eind van het jaar, gewoon te kunnen verhuizen naar een nieuwe woning. Want heel eerlijk, zoals Esther ook zei, van we willen zoveel dingen veranderen. Nieuwe tuin, nieuw, eigenlijk ook nieuwe keuken. Het liefst uitbouw, gewoon wat groter. Maar dat doen we niet. En ja, voor degene die niet weet, wij wonen dus in een huurwoning. En ja, dat kost natuurlijk wel een hoop geld om dat te doen. Zonder voor je geld ook om te investeren in een huurhuis. Ja, en daarover gesproken, daar hebben wij een filmpje over gemaakt. In samenwerking met Funda. Want hoe zit het nou precies met huren en kopen? En wat zijn de voor- en nadelen van een huur- en koopwoning? Want daar zitten wij dus wel een beetje mee. Omdat we dus wel naar een nieuw huis willen. Dus zij zijn hier een tijdje geleden geweest om hier te filmen. Geleden, ja, daar hebben we dus een filmpje over gemaakt. Dus als je wat meer wilt weten over de voor- en nadelen wat betreft huren en kopen. En wat onze argumenten daarover zijn. Check dan eventjes het filmpje. Het staat je onder in de omschrijving. En Funda ken je misschien wel als website waarop je dus kan gaan zoeken voor huizen. Maar tegenwoordig hebben zij dus ook een platform. Waarbij je dus ook terecht kan voor informatie omtrent verbouwen, verduurzamen, kopen. Dus ook huren. Allemaal verschillende thema's waarop je dus meer informatie kan vinden. En we gaan het nu gewoon doen met dat kleine aanpassing. Wat, zoals ik zei, accessoires en zo. En ja, zoals ze al zei, ik hoop dat we dan eind van het jaar, want we nog wel een beetje sparen, kunnen gaan kijken. Een van onze doelen moeten we even. Dat vind ik wel een mooi doel voor eind van het jaar. Hé, maar jongens! Oh, waarom gooi je ze op de grond? Ik gooi aan het grond. Wat zijn de kijkers daar? De aapjes. Nou, ik heb nog wat over, want het is natuurlijk, we hadden met oudjaardag nog best wel wat eten. Ja. Ik heb even taart eruit gehaald. Wie wil er een stukje taart? Ik! Ja? Ilai taart? Ja? 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 Nee, ja, die heb ik. Die heb ik nog. Yes! Serieus, wat is hier gaande? Ik kom net zitten. Iedereen heeft zijn eigen stukje taart. Staan ze bij die van jou te schooien? Nee! Daarom zegt ik wil een hapje, ik wil een stukje. Kijk, kijk, kijk. Ilai! 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 Contact! Je hebt hetzelfde taartje. Oké, klaar jongens. Klaar. Eet jullie eigen taart op. Zit! Zit!
lief geweest? Ja. Ben je lief geweest? Ja. Ik ook. Nee! Nee! Ik ben heel even naar boven geglipt, omdat wij weer eens een verborgen camera-experimentje willen doen. Zometeen aan deze eettafel. En wat we vandaag gaan doen is als volgt. We gaan ze deze keer niet samen laten zitten. We willen ze deze keer echt apart van elkaar houden. Om te kijken hoe Deborah reageert als hij alleen is. En wat Eli doet op het moment dat hij alleen is. Wat we zo meteen gaan doen. Ik heb beneden een beker. Ik heb even de kaars gepakt om het als voorbeeld te laten zien. Ik heb een beker gevuld met snoepjes. En die hebben we omgedraaid op een bordje gelegd. Nou gaan we ze zo meteen aangeven dat ze dit natuurlijk niet mogen omdraaien. Dat ze niet mogen kijken wat eronder zit. Op het moment dat zij dat wel doen en het bekertje optillen, dan zullen alle snoepjes die erin zitten gewoon over de tafel vallen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe zij gaan reageren als ze dus alleen zijn. Papa, is Ila even aan het verschonen, hè? Ik heb wat voor jou. Ja? Blijf zitten. Ik heb hier iets heel bijzonders. Geen? Ja? Alleen voor jou. Ik moet alleen nog even één ding snel doen. Even nog wat pakken. Ja. Ja? Maar niet eraan zitten. Oké, hij zit dus beneden te wachten. En de vraag is nu, gaat hij ervan afblijven? Ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat hij het wel volhoudt. Hij weet niet van de verborgen camera. Maar op het algemeen luistert hij dan wel goed. Ik denk dat hij er wel van af kan blijven om eerlijk te zijn. Want hij houdt zich echt heel cool. Hij zit er ook helemaal niet naar. Hij kijkt er niet naar. Hij ruikt er niet naar. Hij doet er niks mee. Hij kijkt er niet eens naar. Nou, wel dan. Hij blijft er helemaal vanaf. Ik zou zeggen, stuur hem even naar boven. Deborah, blijf eens. Deborah luistert echt goed. Ja, Deborah komt nu even naar boven. Oh, nu gaan we Eli daar even neerzetten. Kom eens even hier, schat. Hier, in mijn kamer. Heb je er aangezeten of niet? Nee. Ik zou je zeggen, we hebben stiekem gekeken naar jou. Nu gaan we even kijken of jouw broertje er ook van af kan blijven. Denk je dat Eli ervan gaat afblijven? Ik denk niet. Wat denk je, schat? Nee! 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 Ja. Ze heeft hem al gelijk opengemaakt! Wat de? Hij is gelijk opengemaakt! Wacht! Wat ga je doen? Hij is al gelijk na 2 seconden al! Hij kijkt om zich heen. Kijk hoe die lacht! Gelijk na 2 seconden! Eli! Niet aanzitten! Dat ga je meteen niet doen, hè? Oh, hij moet dicht! Eli, heb je opengemaakt? Ja of nee? Ja, nee, zegt hij. Oké, hij weet het nog niet. Ja, maar grappig is, er liggen dus allemaal snoepjes onder. Hij blijft wel van de snoepjes af. Wat heb jij gedaan? Ja. Eli? Eli? Is die gevallen of heb jij hem opgepakt? Ja. Heeft Eli het gedaan? Ja. Wat gaan we nu doen dan? Opeten. Moet ik heel eerlijk zijn? Als kind zijn we het sowieso aanraken, Esra. Ja. Maar ik vind het knap dat hij geen snoepje heeft gepakt. Eerlijk, ik vind het geslaagd. Want ja, ik zou het ook pakken. Ik zou eronder kijken. Ja, dus dat heeft hij gedaan. En ik zou misschien nog eentje eten. Dus ik vind dat ik vind dat hij het goed heeft gedaan. Nou, het is alweer de volgende dag. Gisteren ben ik niet verder gevlogd omdat er onverwachts wat visite was gekomen. Maar goed, dat maakt niet uit. We plakken vandaag lekker eraan vast. Wij gaan naar een indoor speeltuin. Met z'n viertjes. En er komen ook nog buurjongetjes mee. Dat vond ik wel gezellig. Dus we gaan even dus lekker veel plezier maken. Of niet dan, jongens? Ja. Hebben we er zin in? Ja. Alleen Eli ligt eventjes te slapen, maar dan ga ik goed voor uit. Twee. Heeft hij straks genoeg energie. Zo, we zijn aangekomen en Eli'tje die ligt nog steeds lekker te slapen. Oh, poetie. Hey Esra, mag ik spelen? Ik wil lekker spelen. Is goed, dan ga ik naar de jongens toe, want die zijn al aan weggelopen. Ik ga weer staan, ja. Oh, ze zijn al weg. Nou, ik ga weg. Doei doei. Lukt ze niet eens. Zo moet het, jongens.
Komt hè? Oké, Ina, ben je er klaar voor? Oké, 3, 2, 1. Meer! Nou, een beetje jammer hier, want we kwamen eigenlijk voor deze helikopters, maar een paar zijn al kapot. En het springkast erachter is ook super leuk, maar die is ook helemaal kapot. Maar goed, hè? Je moet roeien met de. Hoe noem je dat? Maak het schrikkelijk af. Je moet roeien met de. Nee? Riemen? Ja, dat was hem. Zo, en daar zijn ze weer. Helikopter, helikopter. Zo, ben je al moe of niet? Ben je al moe? Ja, ik val niet meer. Goed voor je conditie, Estra. Mind your step. Mind your step. Eerste vlogpoging. Oh. Oh, oh, wow, die camera moet nog mee, hè? Ilai! Ilai doet een vlogpoging. Na al dat vloggen. Heeft hij wel een ijsje verdiend, ja, hè? Goed zo, proost! Nee, oké, okay, hapje? Hapje? Niet eens! Dat niet! Hij denkt, dan moet ik waarschijnlijk eentje teruggeven. Hello, piepiepa! Wij zijn weer... Oh, eigenlijk verkeerd, hij moest zo. Wij zijn weer lekker thuis. En de kids liggen weer lekker boven, zijn gedoucht, lekker frisjes, een bedje ingaan. Ik ga lekker bank hangen en zeg tegen jullie, super tof dat jullie weer hebben gekeken naar onze vlogje. En tot de volgende keer, doei!